Een lekker rijstevlaatje hoort bij de verjaardag voor René en Willy van der Kerkhof. Want zij worden vandaag 65 jaar. Misschien wel een van de beroemdste voetbaltweelingen die er ooit zijn geweest. Jarenlang speelden ze voor PSV. En nu zijn ze nog steeds wel actief. Maar het meest actief zijn ze in het radioprogramma van Christian Westerveld. Bij ons 's ochtends op de radio om het voetbalweekend te bespreken. En ze zitten hierachter. We hebben ze hier naartoe gelokt om ze te kunnen feliciteren met taart. Dus loop mee. Ze hebben nog niks door. Daar zitten ze. Ze hebben nog niks door. Kijk, nou hebben ze het door. Heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zet hem eventjes neer. Om jullie te kunnen feliciteren. Dankjewel. Proficiat, hè? Dankjewel. Proficiat. Ja, dankjewel. 65 jaar jong. En een taartje hoort daarbij. Ja, ja, super. Geweldig. Lekker rijstevla met slagroom. Ja, dat is nog eens een verrassing op de vroegochtend, hè? Dat is onze favoriet, hè? Ja, heerlijk.